13 scootmobiels zijn er al gejat. De mijn is ook gestolen. Plus de nodige oplaters. Er zijn van één man zijn er 3 fietsen gejat. Het houdt niet op. Er wordt wel vaker wat gejat uit het seniorencomplex Henriette Roland Holst in Zuidoost. Maar de laatste paar weken is het echt. Absurd. Ik ga nu s'nachts 2-3 keer mijn bed uit om te kijken of mijn scootmobiel er nog staat. Mijn scootmobiel zit met 2 sloten aan mijn dinges vast. Kijk, als ze hem willen hebben, pakken ze hem toch hoor. Maar ja, ik rijd er al 12 jaar mee. En als je dan niet meer kan rijden, dat je geen boodschapjes kan doen, dan word je een beetje pissig, een beetje. Deze staat vast aan de verwarming met een hele zware ketting. En dat op 4 hoog, want daar komen de dieven ook. Die hele beveiliging hier, daar deugen niks van. Iedereen kan erin komen, want er zijn altijd wel mensen waar ze aanbellen die open doen. Dat is de narigheid ook. Ik voel me eigen hier niet veilig. Heel hoop mensen zijn bang. Die leven echt in angst. Ik niet hoor. Hoewel de bewoners spreken van een diefstalgolf, zegt de politie dat ze maar 1 aangifte hebben binnengekregen. De mensen hebben allemaal aangifte gedaan. Zijn ze naar het bureau geweest, moest het telefonisch gebeuren. En dan kregen ze een afspraak, moesten ze eerst naar het Vlierbos Dreef. En voor de rest weet ik het niet. Maar er zijn meerdere aangifte gedaan. Geen idee wie er achter kan zitten? Nee, totaal niet. Het kan iemand van binnen wezen, kan iemand van buiten wezen. Verantwoordelijk voor dit deel van het seniorencomplex is Woonzorg Nederland. Die weet van de problemen en heeft daarom flatcoaches ingezet om de boel een beetje in de gaten te houden. Ik heb ze nog niet gezien of gehoord. Verder zegt Woonzorg Nederland dat er camera's komen en ook dat de toegangsdeuren tot de openbare ruimtes beter afgesloten zullen worden.